Schrijnende woonsituaties in studentenhuizen. Politie zoekt getuigen van mishandeling in Elst. En NEC wist eindelijk weer eens te winnen. Dit is het RN7 Regio Nieuws van donderdag 20 oktober. Veel Nijmeegse studenten wonen in slecht onderhouden particuliere studentenhuizen. Hoewel de jonge huurders talloze brieven naar een verhuurder sturen, krijgen ze geen gehoor en wordt er geen direct actie ondernomen. Uit wanhoop om dit probleem onder de aandacht te brengen, trokken ze aan de bel bij de fractie van D66. Vanuit mails die mensen naar onze fractie toe hebben gestuurd, blijkt gewoon dat in heel veel Nijmeegse studentenhuizen er echt sprake is van achterstallig onderhoud. En dat leidt gewoon tot super ongezonde en onveilige leefsituaties. Doorgerotte kozijnen, keukens die blank staan door regenval, paddenstoelen die uit de badkamermuren groeien, zijn een aantal voorbeelden van de schrijnende woonsituaties die de fractie onder ogen kreeg. Er worden altijd grappen over gemaakt van studentenhuizen, daar wil je niet zijn, vies en oud. En eigenlijk is dat helemaal niet grappig, dat kan gewoon niet. In het nieuwe jaar treedt de wet Goed Verhuurderschap in werking, die de gemeente meer mogelijkheden moet bieden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfruimte. De fractie van D66 moedigt studenten aan zich te blijven melden. Dit kan bij Stichting Huurteams in Nijmegen. Wij zijn juist vanuit de gemeente opgericht om studenten bij te staan, laagdrempelig. Met name ook met huurprijzen, maar ook met achterstallig onderhoud. Dat doen we door allereerst zelf te gaan kijken in de huizen. Met de studenten en ook met de verhuurder te praten over een mogelijke oplossing. En als dat niet mogelijk is, wat af en toe wel gebeurt, dan is de stap naar de huurcommissie een tweede. Wat je nog steeds veel ziet is dat studenten maar een tijdelijk huurcontract krijgen in het begin. Dus bijvoorbeeld een contract van een jaar. En dat maakt hen heel onzeker over hun positie als huurder. Zij willen ook geen ruzie gaan maken met de huurbaas of allerlei procedures starten, omdat ze ook bang zijn om eruit gezet te worden. En we hebben ook een wooncrisis, dus het is niet alsof je zomaar een nieuwe kamer vindt. Wij kijken allereerst of dat er een kans is dat ze met een tijdelijk contract uit de kamer kunnen gezet worden. Dan zullen we alles eraan doen om juist de huurder te beschermen dat hij de kamer niet uit hoeft. Huurteams Nijmegen is te vinden op het bedrijventerrein aan de Groene Straat. Elke woensdagmiddag is er een inloopspreekuur waar je zonder afspraak naartoe kunt. NEC speelde gisteren in de eerste ronde van de KNVB-beker thuis tegen Fortuna Sittard. Trainer Rogier Meijer greep hard in na de verloren wedstrijd tegen Sparta en wisselde een aantal spelers. Dat wierp zijn vruchten af, want NEC wist eindelijk weer eens te winnen. De ploeg van Meijer kwam eerst nog op een achterstand, maar maakte al snel gelijk. Uiteindelijk werd het 3-2. Trainer Meijer zag een betere wedstrijd dan zondag en dat zorgt voor vertrouwen richting de komende wedstrijden. Nee, klopt. Ik denk dat we zeker aanvallend gezien, wat ik zei, meer beweging en dynamiek in het elftal hadden. Ik denk dat we ook voldoende gecreëerd hebben om er meer te maken dan 3. En dan zie je ook dat er een beetje aan vertrouwen wint, zeker richting of in de tweede helft. Verzuimen eigenlijk denk ik om de vierde te maken en dat is dan jammer. Maar uiteindelijk denk ik dat we het elftal goed hebben gedaan en dat we daarmee verder kunnen. De politie in Overbetuwe zoekt getuigen van een mishandeling in Elst op vrijdag 7 oktober jongstleden. Rond 4:30 middags vond er een zware mishandeling plaats in het Galama Park aan de rand van het centrum. 3 vrienden van 11 jaar zaten die middag in het park toen 3 onbekende jongens hen ineens bekogelden met vuurwerk. Bij een van de jongens kwam het vuurwerk in zijn kleding terecht waar het ontplofte. Hij heeft hierdoor tweede graads brandwonden opgelopen. De daders waren alle in het zwart gekleed en droegen een capuchon. Ze gingen er na het incident vandoor op een fiets. De politie vraagt mensen zich te melden die iets hebben gezien of wellicht camerabeelden hebben van de locatie. De Raad van State heeft de bouwplannen van de gemeente Beuningen voor het Asdonkterrein volledig vernietigd. Dat maakte wethouder Simon Versluis woensdagavond bekend tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis. Beuningen wilde over 5 jaar 3 wooncomplexen met 64 appartementen neerzetten op het Asdonkterrein. Volgens de Raad van State staan de woningen te dicht bij een boomgaard van een fruitteler. Er moet een afstand van 50 meter in acht worden genomen vanwege de bestrijdingsmiddelen die door de fruitteler worden gespoten. Als deze zogenoemde spuitzone niet in acht wordt genomen, dan zou dat voor gezondheidsproblemen bij de bewoners kunnen zorgen. De komende 5 jaar staan er noodwoningen voor Oekraïnse vluchtelingen op het terrein. De aanleg van een snellaadstation in het Nijmeegse Galgenveld mag voorlopig doorgaan. Afgelopen september kreeg het bedrijf Leap24 hier nog een bouwverbod voor van de gemeente.
Volgens buurtbewoners en vrijwilligers van de Groene Corridor zou zo'n voorziening niet in de buurt passen. Toen ook GroenLinks zei dat het bedrijf hier geen vergunning voor had, legde de gemeente een bouwverbod op. Leap24 nam hier geen genoegen mee en stapte naar de voorzieningsrechter. Die nam de beslissing dat het bouwverbod onterecht is geweest en dat de bouw voorlopig door mag gaan. Het definitieve oordeel moet nog volgen. Het is nog onbekend wanneer dat komt. De Nijmeegse band Tahiti houdt ermee op. Het zevenkoppige gezelschap met onder meer Sam Kuppen en Florieke Vos zegt dat de muzikale koek op is en de leden nieuwe wegen willen inslaan. Drummer Luc Gerard zegt erover: Tahiti was een muzikaal collectief, meer dan muziek alleen. Het is voor iedereen een fijne ontwikkeling geweest en met de band hebben de leden ook veel dingen voor het eerst meegemaakt. De band bestond sinds 2015 en maakte wereldmuziek met ethisch invloeden. Hun grootste hit is nog steeds hun eerste single Habana. Deze vrijdag geven ze een afscheidfeest in het Nijmeegse Brebbel, een locatie waar ze warme herinneringen aan hebben en tevens ook zal gaan verdwijnen. Tussen 8 en 1 is er live muziek en daarna gaat het feest nog tot 4 uur 's nachts door. Volgende week komt de band nog met een muzikaal afscheidscadeautje. De Nijmegenaar Paul Beckers is genomineerd voor de fotowedstrijd van National Geographic. Hij is genomineerd onder de categorie Landschap. Met een foto die hij maakte in Nijmegen bij de Nevengril. Hij zit bij de laatste 10 personen en hoopt natuurlijk op de winst. Ik ben met een panorama van het Nijmeegse landschap bij zonsondergang ben ik genomineerd. Daarbij ben ik in de finale gekomen. En dat is eigenlijk een foto die genomen is net nadat de zon onder is gegaan. En met een mooie blauwe tint en ondergaand zonnetje. Hier zie je de oversteek en hier dan de zalige brug. En op de achterkant loopt de oversteek eigenlijk door. Je ziet ook nog de centrale staan, nou, die is inmiddels weg. Als je hier kijkt, zie je dus al dat mooie lijnenspel. En zoom ik je in. En zie je dus dat alles mooi gereflecteerd is, de lichten en alles. Super veel detail en hele mooie kleuren. De foto is eigenlijk opgebouwd uit een hele hoop foto's. Dus het is niet specifiek één foto, maar het is eigenlijk een samenvoeging van 120 foto's. Daardoor voegt hij alle scherpte ook samen, de licht mooi samen. En daardoor wordt de foto heel mooi helder. En zie je heel veel diepte. En de reflectie in het water is super mooi. Je ziet heel veel details kun je zien in de foto als je hem inzoomt. En ik denk dat dat wel het bijzonder maakt, de foto. Ja, als ik dus zeg maar s'avonds dan de foto heb gemaakt en ik kom thuis, dan ga ik eigenlijk een soort voorscan doen met mijn foto's. Kijken waar het mooiste licht in zit. En dan ga ik eigenlijk in Photoshop de lichtstanden bij elkaar brengen. En ik ben eigenlijk een liefhebber van panorama's. Om dan eigenlijk een beeld te geven wat je normaal met het oog wel ziet, maar met een los camera toestel niet. En ik vind het leuk om dan zeg maar de brede horizon te laten zien. En dat je ook meer kan zien van het landschap. En ook dingen met de drone kun je laten zien. Die je eigenlijk met het menselijk oog, op die plekken kun je niet komen. Dus je kunt een heel ander perspectief geven met de drone. Dat doe ik eigenlijk met deze foto ook. Want ik hang 30 centimeter boven het water. Dus je ziet de ribbelingen van het water. Je ziet de reflectie maximaal. Ja, daar kun je als persoon niet komen. Maar met een drone wel. Je kan onder andere een tegoedbon van 1000 euro winnen bij een camerawinkel dat National Geographic sponsort. En ook een benoeming in hun blad. Maar daar doet Beckers het niet voor. Maar in principe, daar gaat het niet om. Het gaat eigenlijk gewoon om de eer en de titel die je mag dragen. Dat is gewoon mooi en dat is al een hele eer. En ik vind het leuk om Nijmegen op de kaart te zetten. Dus dat doe ik elke dag eigenlijk met 2 foto's. Op mijn Instagram en Facebook. Om mensen gewoon een ander perspectief te laten zien van Nijmegen en mee te laten genieten. Ook mensen die in Canada en dergelijke wonen, die volgen mij. En die krijgen op die manier toch Nijmegen een beetje mee. En dat vind ik gewoon superleuk. Die mensen, hoe die reageren op de foto's, daar doe je het in principe voor. Mensen blij maken met het mooie Nijmegen. Je kunt naar mijn Instagram gaan, drone Paul Beckers, Beckers met CK. En daar zit in de bio een link en daar kun je op klikken, dan kun je stemmen. Of je gaat naar nationalgeographicfotowedstrijd.nl en dan ga je naar themaatje landschap. En dan zie je mijn foto, de grote brede panorama in blauw met zonsondergang kun je dan zien. Daar moet je dan op stemmen. De herfstvakantie staat weer voor de deur. Bij Filmhuis Lux betekent dat het weer tijd is voor het Cine Kid Festival.
Vanaf zaterdag kunnen kinderen tussen 3 en 14 jaar hier terecht voor films, workshops, het Media Lab en nog veel meer. Ja, Cinekit is eigenlijk het grootste jeugdfilmfestival van Nederland. En dat betekent dat we film en media aanbieden voor kinderen tussen de 4 en de 12. We draaien dus heel veel juniorfilms. We hebben iedere dag 3 workshops en een keer een masterclass en ook nog 2 opblijffilms. We proberen natuurlijk heel erg te programmeren met films die heel erg de jeugd aanspreken, dus heel erg voor verschillende thema's. En we proberen natuurlijk met de games en de media proberen we het natuurlijk aantrekkelijk te maken voor jongeren. Cinekit heeft een hoofdlocatie in Amsterdam en daar hebben ze ook een jongerenredactie, een jongerenjury. En die denken heel erg mee hoe het festival eruit moet komen te zien. Naast de films die worden gedraaid, zijn er ook bepaalde workshops te volgen. Eén daarvan is het Media Lab. Daar kunnen kinderen nieuwe media ontdekken, waaronder virtual reality, augmented reality, maar ook is er een speciale app op de iPad. Ja, we hebben bijvoorbeeld een installatie, dat gaat over biodiversiteit. En met de iPad kunnen ze dan eigenlijk planten, echte planten, kunnen ze dan filmen. En die app op de iPad die herkent dan wat voor plant het is en geeft daar ook informatie over. Ja, in de masterclass stem acteren leren kinderen eigenlijk heel erg hoe je je stem moet gebruiken. Hoe je moet timen om een animatiefilm in te spreken. Dus ze komen een stemacteur en een regisseur, die komen langs. Met een mobiele studio eigenlijk. Ze horen dus letterlijk hun eigen stem in een scène van een film. Dus dat is wel heel erg vet, denk ik. Vanochtend nog een mooie zonsopkomst met mooie rode kleuren zo, zoals je op deze foto ziet. Maar zoals het gezegd al zegt, morgen rood, water in de sloot. Het werd bewolkt en in de middag viel er dan ook regen uit de bewolking. Koud was het niet, want het werd nog vanmiddag zo'n 15 graden. Vanavond opklaringen, maar er is ook nog kans op een bui. Morgen dan starten we nog droog, maar vanuit het zuiden komt er dan weer opnieuw regen het land binnentrekken. Vooral in het zuiden en het oosten van het land kan het even flink plensen, kan ook een onweersbui bij voorkomen. Later trekken de buien richting het noorden weg. Temperaturen morgen 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden van het land. Bij ons in de regio morgen in de ochtend dus nog regen. Daar kan ook een klap onweer bij voorkomen. Later klaart het op, zien we misschien nog wel eventjes de zon. Temperaturen bij ons morgen, nou ja, richting de 20 graden. Vooruitzichten voor het weekend. Zaterdag een mix van wolken en zon. Blijft bij ons waarschijnlijk gewoon droog met 19 graden. Zondag opnieuw een mix van wolken en zon. Maar dan een graadje warmer, 20 tot misschien zelfs 21 graden. Later wel kans op een bui. Begin van de week licht wisselvallig weer met ruimte voor de zon. Kans op een bui en nog steeds warme temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 20 graden. Tot zover weer het RN7 regio nieuws van vandaag. Voor het laatste nieuws uit de regio kun je 24/7 terecht op onze website of op onze eigen RN7 app. Morgen zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en tot dan.